Paragraaf 2.4. Slaven worden vrij over de afschaffing van de slavernij. Dat rijmt. Leerdoelen. Je kunt drie argumenten noemen waarmee slavernij in de 19e eeuw werd verdedigd. Je kunt twee argumenten noemen waarmee abolitionisten slavenhandel en slavernij verwierpen en uitleggen hoe zij anderen probeerden te overtuigen. En je kunt beschrijven wanneer en hoe Groot-Brittannië, Nederland en Nederland, en de Verenigde Staten slavenhandel en slavernij afschaften. In alle Nederlandse kolonies bestond slavernij. Dat is even belangrijk eerste puntje waar je rekening mee moet houden. Nederlands-Indië had ook slaven, had er minder dan Suriname en Antillen, Maar er waren zeer zeker slaven in Nederlands-Indië. Um, Aziatische slaven die werken daar in de mijnbouw, in de havens en in de landbouw. En wanneer ze in de landbouw werken, dan werken ze daar voornamelijk om leuke producten te maken, zoals peesterijen zodat de Nederlanders daar lekker veel centjes mee kunnen verdienen. Suriname en de Antillen zijn ook heel veel slaven. En dat zijn voornamelijk Afrikaanse slaven. Die moeten dan werken op de plantages. Die moeten daar dan katoen produceren. Die moeten daar dan suiker produceren en dat soort dingen. En slaven hadden een zeer, zeer slecht leven. Die hadden het zeker niet goed. Zij waren bezit van andere mensen. Um, zij konden geen gezicht, stichten. En zij werden vaak mishandeld. Zowel lichamelijk als Seksueel als psychisch, als wat voor manieren dan ook. Er was veel mishandeling van slaven. Slaven komen daar, daarom vaak in opstand. Maar dat levert eigenlijk vrijwel nooit echt iets op. Want de Europeanen hebben eigenlijk alle uh, touwtjes in handen en die hebben ook heel veel wapens bij, waardoor de slaven eigenlijk niet goed in opstand kunnen komen. Veel Europeanen hadden. Absoluut niet echt een probleem met slavernij. En daar hadden zij drie argumenten voor. Ten eerste zegt de Bijbel volgens sommigen dat zwarte mensen knechten zouden zijn. Daarnaast zouden Afrikanen en Aziaten minder zijn dan de Europeanen. Want Afrikanen en Aziaten die hebben niet de technologische voorsprong die Europeanen hebben. Dus zouden ze minderwaardig zijn en mag je ze ook hebben als slaven. En zonder slavernij zouden de koloniën niet winstgevend zijn. Dus dan zou er geen reden zijn om kolonialisme aan kolonialisme te doen. Wat eigenlijk best wel een goede reden is om überhaupt op te houden met kolonialisme. Um, vanaf 1780 gaat. Het idee dat slavernij absoluut niet netjes is, toch wel groeien onder leden van de gegoede burgerij. En dit noemen wij het abolitionisme. Van het Engelse abolish. Uh, wat betekende het afschaffen? Het abolitionisme. Het abolitionisme is een beweging die strijdt voor de afschaffing van slavenhandel en slavernij. Het abolitionisme ontstond in Groot-Brittannië en Frankrijk. En rond 1840 was het ook groot in Nederland. Dus in Nederland was het 60 jaar later. Het abolitionisme. Uh, abolitionisme proberen de bevolking met verhalen, met tekeningen. met grote bijeenkomsten. de mens te overtuigen dat de slavernij afgeschaft moet worden. dat het een mens. Onwaardig systeem is. En daarvoor hadden zij twee belangrijke redenen. Ten eerste zeggen zij dat slavernij ingaat tegen het idee dat alle mensen vrij en gelijk zijn. En zij zeggen dat veel christenen, er zijn ook heel veel christenen die tegen slavernij zijn, omdat die zeggen dat slavernij ingaat tegen het idee van naasteliefde, wat in de Bijbel beschreven wordt. Dus dat betekent eigenlijk dat christenen tegen christenen waren, omdat ze allebei op een andere manier de Bijbel hadden geïnterpreteerd. Dit plaatje wat je hier ziet, en my Nother Man and the Brother, dat was een heel belangrijke uh, uh, abolitionistische tekening. Die eigenlijk op, ook op medaillons werd uh, gedrukt, zodat mensen het bij konden dragen. Zodat iedereen wist: oh, die persoon is tegen slavernij, die wint dat het afgeschaft moet worden. Uh, het einde van de slavernij. Het einde van de, in de 19e eeuw wordt slavernij op steeds meer plekken afgeschaft. Zo wordt in 1807 bijvoorbeeld, schaft het Engelse parlement de slavenhandel af. Dan is de slavernij nog niet afgeschaft, maar de slavenhandel al wel. Dus er mag niet meer gehandeld worden in slaven. En dat schaft het parlement ook af voor andere landen. Dus als een ander land me, met uh, slaven langsgaat, dan zeggen zij... ...hé, hey, dat zijn slaven en dat mag niet, foei. Uh, in 1833 wordt de slavernij compleet afgeschaft in de Britse koloniën. In 1860 wordt de slavernij in Nederlands-Indië afgeschaft. En in 1863, drie jaar later, wordt de slavernij ook in Suriname en de Antillen afgeschaft. En dat wordt in, in voornamelijk in Suriname zeer zeker nog steeds gevierd. En tegenwoordig ook in Nederland. Dat noemen we Ketikoti. Of Ketikoti, ik weet niet heel zeker hoe je het uitspreekt. Maar het betekent, het is in ieder geval Surinaams voor verbroken ketenen. Waarmee eigenlijk de... Afschaffen van de slavernij wordt gevierd. Nou, waarom kwam het nou uiteindelijk tot Ketikoti? Dat gebeurde om twee redenen. Ding 1 is dat de Nederlanders eigenlijk vrij laat waren met het afschaffen van uh, de slavernij. Uh, in de kolonie rondom Suriname was de slavernij namelijk al afgeschaft. En Nederland voelde daarom een hele grote druk van de kolonie eromheen, van Frankrijk en van Engeland, om uh, de slavernij af te gaan schaffen. Want. Ja, en de Nederlandse staat had genoeg geld om plantage-eigenaars te gaan vergoeden voor hun verloren bezit. Want dat was eigenlijk de reden waarom de slavernij zo lang nog kon blijven bestaan. Omdat het zielig was voor de plantage-eigenaars dat zij hun bezit kwijt zouden raken. En de, het geld wat werd gebruikt om die, uh, de plantage-eigenaars te vergoeden voor hun verloren bezit, dat wordt eigenlijk verdiend met het cultuurstelsel. Dus het cultuurstelsel, hoe onmenselijk het was, werd ook nog gebruikt, werd wel gebruikt om. Uiteindelijk de slavernij af te kunnen schaffen. Dus hè, elk nadeel heeft zijn voordeel. Na de afschaffing van de slavernij dreigde er wel een tekort aan arbeidskrachten op de plantages. Want al die slaven die werden dan vrij en die zouden dan nog wel eens kunnen gaan vertrekken en ergens anders kunnen gaan wonen. omdat ze het niet leuk vinden op de plantages. En dat zou betekenen dat er minder inkomsten zijn. en dat is ook weer zielig voor die plantage-eigenaars. Dus. Uh, komt Nederland met twee oplossingen om ervoor te zorgen dat dit niet gaat gebeuren. Ten eerste, verplichten zijn voormalige slaven om nog tien jaar verplicht op de plantages te blijven werken. Maar daarvoor krijgen ze dan wel een beetje loon, want dan kunnen ze tenminste hun leven gaan opbouwen. Maar ze moeten wel blijven werken daar. En na 1870 worden er ook contractarbeiders uit Brits, Indië en Java gehaald. Die moeten gaan werken op de plantages in... Uh, voornamelijk Suriname. Um, deze contractarbeiders, die worden, contractarbeiders zijn mensen die worden naar Suriname gebracht en in ruil voor de reis en het onderdak naar Suriname mo moeten zij vijf jaar lang blijven werken op de plantages. En die contractarbeiders, dit is niet echt iets wat alleen maar in Suriname gebeurt, dat gebeurt op heel veel andere plekken ook, maar een 18 in Suriname, uh, sorry, het betekent eigenlijk dat als jij daar je wordt dan toegebracht met hele leuke beloftes van oh je gaat een leuk leven opbouwen, um, dan krijg jij vijf jaar moet je werken voor een heel klein beetje loon en daarna staat jou vrij om daar te blijven om daar een stukje grond te krijgen of daar uh, weer de, terug naar huis te kunnen. Dus dat is eigenlijk wat contractarbeiders uh, deden. De afschaffing van de slavernij in de VS liep iets gewelddadiger dan de afschaffing van slavernij in andere landen. Um, de VS was namelijk voor een groot deel, groot echt gebaseerd op slavernij. De totale economie van de zuidelijke staten was gebaseerd op slavernij. De noordelijke staten in de, in de Verenigde Staten, die wilden graag uh, de slavernij af gaan schaffen. Zij waren tegen de slavernij, zij vonden het onmenselijk en zij wilden graag dat dat in de volledige Verenigde Staten afgeschaft werd. Maar de zuidelijke... Uh, staten. In de Verenigde Staten die waren heel erg afhankelijk van de slavernij. Voor hun katoenproductie. Katoen uh, werd allemaal geproduceerd in de Zuidelijke Staten. Dat was waar de Zuidelijke staten hun geld mee verdienden. En als de slavernij afgeschaft zou worden, zou dat betekenen dat de Zuidelijke staten geen geld geen inkomsten meer hadden. En dat zou een heel groot probleem zijn voor de Zuidelijke staten. Dus zij waren heel erg tegen de, de afschaffing van de slavernij. En die discussies over afschaffing van de slavernij liepen zo hoog op dat. Um, er in 1861 een burgeroorlog uitbrak tussen het noorden en het zuiden, die tot 1865 gevochten werd. In 1865 winnen, deze winnen de noordelijke staten de burgeroorlog, waarmee eigenlijk ook de afschaffing van de slavernij een feit gaat worden. Maar dit betekent nog niet dat er gelijkheid is voor zwarte Amerikanen. Want in sommige zuidelijke staten werd het zwarte mensen bijvoorbeeld nog steeds onmogelijk gemaakt om te stemmen. Bij, in de grond, volgens de grondwet zouden zij recht hebben om te stemmen. Maar met allerlei verschillende manieren. Zoals intimidatie ook. Werd ervoor gezorgd dat zwarte mensen eigenlijk niet zouden stemmen in de Zuidelijke Staten. Daarnaast moeten zwarte mensen gescheiden gaan leven van witte mensen. Er is een grote segregatie. of apartheid, als je het zo wil noemen. in uh, de Verenigde Staten. Waardoor zuidelijke, me of, uh, zuidelijke mensen. gekleurde mensen, zoals je op het plaatje ziet. die moeten. Uh, bij andere wasbakken zijn bijvoorbeeld of in andere winkels zijn of in andere wc's moeten zij gebruik maken. En zwarte kinderen die mogen ook niet naar dezelfde scholen als witte kinderen. Dus dat zorgt ervoor dat er nog meer uh, tss, ja, het racisme en de ongelijkheid in de Verenigde Staten absoluut zeer zeker nog niet voorbij was of is eigenlijk. Leerdoelen. Je kunt drie argumenten noemen waarmee de slavernij in de 19e eeuw werd verdedigd. Ten eerste zou het in de Bijbel staan, want uh, kennelijk zijn blanke mensen, witte mensen belangrijker dan uh, andere mensen, volgens de Bijbel, volgens sommige christenen. Ten tweede vinden sommige Europeanen het terecht dat zij de baas zouden zijn, of tenminste andere volken als slaaf zouden hebben, omdat andere volken minder waardig zouden zijn. En ten derde zouden Europese landen. Uh, zou de, nee, sorry. Zonder, ten derde zou er zonder slavernij geen winst gemaakt kunnen worden in de kolonies, waardoor het slavernij absoluut niet afgeschaft zou mogen worden. Want dan zou je net goed geen kolonie kunnen hebben. Ten twee, sorry, je kunt twee argumenten noemen waarmee abolitionisten slavenhandel en slavernij verwierpen en uitleggen hoe zij anderen probeerden te overtuigen. Ten eerste vonden zij het uh, niet kunnen. Dat, dat zij. Het soort slavernij ging tegen, in tegen het principe dat alle mensen gelijk en vrij zijn. En ten tweede vinden zij dat uh, slavernij tegen de uh, liefdadigheid of hoe het naast de liefde ingaat zoals die in de Bijbel beschreven staat. En daardoor zijn ook heel veel christenen tegen slavernij. En ze proberen mensen te overtuigen dat slavernij slecht is door verhalen te schrijven over de slechtheid van de slavernij, door tekeningen te maken of door hele grote bijeenkomsten te hebben waarmee ze probeerden om andere mensen te overtuigen voor de afschaffing van de slavernij. Je kunt beschrijven wanneer en hoe Groot-Brittannië, Nederland en de Verenigde Staten slavernij en slavenhandel en afschafte. Groot-Brittannië was er het eerste mee, die schafte eerst slavenhandel af, daarna de slavernij in de Britse kolonies. Nederland schafte daarna ook de slavernij af in de uh, Nederlands-Indië in 1860 en daarna in 1863 ook in Suriname en de Antillen. Uh, de Verenigde Staten die schaften de slavernij af na een burgeroorlog, omdat de zuidelijke staten heel erg tegen de afschaffing van de slavernij waren en de noordelijke staten heel erg voor. En daardoor vochten die twee gebieden eigenlijk een burgeroorlog met elkaar. Ja, nou, dat was hoofdstuk 2. Doei doei.